Welkom bij Topnames in de week dat het 20 jaar geleden is dat de digitale stad in Nederland van start ging. En het is eigenlijk het jaar waar heel veel Nederlandse internetinitiatieven van start gingen. Dan praten we met Henk Blanke. Henk Blanke werkte destijds bij de Volkskrant. Ja. Henk, wij kennen elkaar uit die tijd. In eerste instantie was je verslaggever, later ben jij verantwoordelijk geweest voor de internetactiviteiten bij de Volkskrant. Even helemaal terug naar het begin. Weet jij nog hoe jij met internet in aanraking kwam? Ja, begin jaren 90, 91, 92, 93. De eerste tekenen en eigenlijk pas echt goed toen een vriend van mij, een van de eerste internetproviders in Nederland, Netland destijds nog, mij in maart 1993 Mosaic liet zien. Ron Arts heet die vriend, die woonde hier vlakbij in Amsterdam. Had 4 modems of 6 modems in zijn slaapkamer staan en bood daar internet aan. En ik was bij hem op bezoek en hij zei, je moet nou eens kijken, ik heb nou zoiets moois, het beweegt. Nou, dat was Mosaic. Ja, dat was de browser, hè? Dat was de eerste browser, ja. En dat was voor mij het moment om echt serieus naar gaan kijken. En ik had het stomme geluk dat ik op dat moment economisch redacteur van de Volkskrant was, op de economieredactie zat en niemand daar software deed. Ik bedoel, het idee van Microsoft was dat het een onbekend, onbeduidend, maar misschien wel aardig bedrijfje in Amerika was. Hè. Zo werd er tegenaan gekeken. En volgens mij was dat een kleine miskenning. Ik zat op die stoel en het onderwerp viel in mijn schoot. Ja, jij ging het. De bedrijven die zich met die nieuwe technologie. Daar ging jij in verdiepen. Die ging ik doen. Dat er was niemand anders die het deed. Nee. Dat is geluk. Ja. En wat waren de partijen in die tijd? Je noemde Microsoft, dat was toen nog klein, zeg je? Ja, er werkten toen ook al duizenden mensen. Ja. Ik denk 10.000 of zo, maar het was relatief onbekend. Ik ben in 95, geloof ik, in het jaar dat Netscape naar de beurs ging, ben ik naar Amerika gegaan, naar Silicon Valley gegaan. En heb daar, hoe heten ze allemaal, de zoekmachines van dat jaar gezien. Ja. Onder andere die kort daarna verdwenen zijn uiteraard. Ja. De eerste verhalen gemaakt. Ja, jouw eerste interesse was dus eigenlijk vanuit je de redactie waar je zat. Dus de economische impact ook die bedrijven konden gaan hebben. Wat was het moment dat jij er vanuit een journalistiek oogpunt naar ging kijken? Ja, ook weer stom toeval. Ik werd in 95 werd ik redacteur van Stromen, toenmalige Mediakatern. God weet waarom dat Stromen heette, maar dat moest zo, dat was modern. En ik kan me herinneren, dat is wel aardig, dat ik in 97, 98, jaar in jaar uit bij de Sebuco persconferentie was. Hè, het instituut was dit wat destijds de oplagecijfers van kranten bekend maakte. Ja. En Sebuco zei daar jaar in jaar uit dat de instapleeftijd van nieuwe lezers een jaar omhoog ging. Ze stapten niet op een 21ste, maar op een 22ste. En een jaar later zeiden ze, het is niet een 22ste, maar het is een 23ste. En toen ik dat de derde keer achter elkaar hoorde, realiseerde ik mij dat die instapleeftijd niet omhoog ging, maar dat gewoon een totale generatie besloot geen kranten te lezen. En dat was het moment waarop wij bij de Volkskrant, bij Stroom, ons realiseerde dat er iets groots aan de hand was. Ja, en dat was dus in eerste instantie nog als volger, als verslaggever, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Verslaan wat er in de wereld om je heen gebeurt. Ja. Wanneer ging jij er zelf zelf iets mee doen? Nou, dat is geleidelijk gegaan. Ik geloof dat ik chef internet ben geworden in 2000 of zo, 99, 2000. Maar in die fase daarvoor was het al regelmatig zo dat Pieter Broertjes, de toenmalige hoofddirecteur, tegen mij zei van joh, je schrijft er voortdurend in de krant over. Wat vind je nou van hoe wij het doen? Wat moeten we doen? Waar moet het naartoe? Kun je geen business ideeën ontwikkelen? Kun je er iets over nadenken? Ja, dat ben ik gaan doen. Ja. Gewoon een A4'tje. Ik heb het nog steeds ergens thuis liggen. Waarop staat wat een krant anno 1998 als de Volkskrant zou moeten doen met internet. Weet je nog wat je daar opgeschreven hebt? Wil je op zijn minst voor ons digitaliseren dan? Ja. Maar je weet het vast nog wel. Een paar dingen die je toen opschreef. Ja, nou, een van de dingen die ik toen opschreef was het woord Volkskrant banen. En ik weet dat het tot 2003 geduurd heeft totdat ik wegging bij de Volkskrant. Voordat dat enigszins van de grond kwam. En niet als primair als internet ding. Maar als blad volgens mij. Of als multimediaal ding. Dat heeft ontzettend lang geduurd. Dat wilde niet. Wat ik ook opschreef was dat wij als Volkskrant heel goed waren in de man zoekt man
hoek, hè, de mini-advertenties, de contactadvertenties, daar waren wij als Volkskrant heel groot in, met name in de homoseksuele hoek. Daar hadden wij een marktpositie. Dus ik heb toen de domeinnaam man zoekt man, vrouw zoekt vrouw en alle andere varianten daarop geregistreerd. En ben met onze contactadvertentieafdeling gaan praten van jongens, volgens mij moeten wij die kant op. Dat lijkt mij interessant, want daar gaat wat gebeuren. Waarop de contactadvertentieafdeling mij uitlegde dat we die inkomsten echt niet konden missen. Het voelde toch alsof, het klassieke probleem van kranten. We waren niet in staat om in ons eigen vlees te snijden. En dat is zo gebleven tot eigenlijk op de huidige dag. Ja. Het is altijd van het kannibaliseren. Het kannibaliseert, precies. Ja. Ja. Hey, en wel nieuwsgierig. Ik was in die tijd, 1994, 1995, ik werkte ook in de media, maar was met heel andere dingen bezig. Jij volgde dat internet professioneel. Ja. Daar was een reden voor. Dus je had vast al ook wat Marleen in onze vorige uitzending, als je op die man kijkt, moet je even terugzoeken naar Marleen Sticker, beschreven. Een soort van dat gevoel van hey, hier gebeurt wat. Had je dat en hoe keek jij er toen tegenaan in 94, 95? In 94, 95, dat zou ik niet meer weten. Ik was vlak daarna? Kort daarna zag ik het vooral als bedreiging van de journalistiek, als cultureel fenomeen. Wat mij het meeste interesseerde was dat ik merkte dat er een of dat ik me kon voorstellen, want ik merkte dat ik me kon voorstellen dat er een generatie zou opgroeien met een medium wat zo radicaal anders was dat ze het oude medium zouden laten schieten. Ik bedoel, de klassieke mediatheorie wil dat het ene medium niet het volgende vervangt, of het voorgaande vervangt, bestaan. Maar dat ze naast elkaar blijven bestaan. En ik kon mij voorstellen dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn, omdat de technologie zoveel revolutionairder was dan wat we hiervoor gehad hebben, in die eeuw hiervoor, dat niet waar zou zijn. Bovendien vond ik dat een opwindende gedachte dat het de zaken echt revolutionair zou veranderen in plaats van wat de theoretici erover zeiden. Ik vond dat een spannende gedachte en die ben ik gaan testen. Ik ben gewoon gaan kijken wat doen mensen, wat voor soort media gebruiken ze. Ik heb eindeloos oplagecijfers vergeleken. Ik ben eindeloos in de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau gedoken. Om maar te onderzoeken wat er nou voor culturele verandering in het mediagedrag gaande was. Dat ben ik blijven doen, ook toen ik eenmaal zelf die positie van chef internet daar had. Tot op het moment dat ik een stuk in de krant schreef in 2001... waarvan de kop volgens mij luidde de Yahoo-generatie of het einde van de krant. En waarin ik uitlegde dat wat mij betreft het duidelijk was dat er inderdaad een nieuwe generatie was die domweg geen kranten meer zou gaan lezen en dat ook nooit meer zou gaan doen. Dat heb ik zo vierkant toen opgeschreven. Ik heb daar al mijn collega's bij de Volkskrant en daarbuiten over me heen gekregen. Door Henk Hofland schreef in NRC dat het echt volstrekte waanzin was wat die rare Volkskrant een dag eerder zo groot gebracht had. En het heeft bij Hofland 10 jaar geduurd voordat hij zijn fout inzag. Toen hij gehuldigd werd als de journalist van de vorige eeuw of daarna of bij het jubileum van de NVJ was het geloof ik. Heeft hij me ooit nog een keer gelijk gegeven dat klopte. Hey, ik moet ineens weer denken aan de periode PIM, hè? Want PCM was de overkoepelende naam van de verschillende klantenconcern waar jij werkte. En er is een periode geweest waarin er ontzettend groot geloof was in de digitale toekomst. Ja, er is voor mij, in mijn hoofd heb ik 30 miljoen of zoiets dergelijks. Zulke bedragen, ja. In 9 maanden tijd, hè? Ja. Verbrand. Verbrand, ja. En wat was daar vanuit de mensen die dit belangrijk vonden, het idee achter? En wat is daar fout gegaan? Wat ze dachten was dat het op internet mogelijk zou zijn om een massapubliek te bereiken. Dat zou gaan betalen. Ik heb bij de directie van PCM gezeten destijds. Waarbij de gedachte letterlijk was, wij hebben als kranten een oplage van x, 500.000, 600.000 als je alles bij elkaar optelt. En als we al die mensen nou eens €30 per jaar uit de zak kunnen kloppen, of nog over €100, dan hebben we dus ons businessplan rond, want dan kunnen we 30 miljoen per jaar verbranden. Zo ongeveer ging het. Er zat geen enkel, maar dan ook geen enkel begrip bij van wat internet wel was. Ik heb
Ik herinner me dat ik bij Pim, die in, dat was een dochterbedrijf dat in een veel te duur pand zat in Amsterdam-West. Ik herinner me dat ik daar een keer tegen een van de businessmensen stond te praten. En tegen hem zei: Maarten, je vergist je. Het gaat niet op internet om het grootst mogelijke bereik, maar om het kleinst mogelijke en toch een relevante bereik. Dat was een inzicht. Ik bedoel, ik heb niet veel inzichten gehad, maar dat moment daar aan een balie tegenover Maarten, ik ben zijn achternaam vergeten. Het domme besef dat het niet om massa gaat, maar om kleine groepjes die iets met elkaar doen, dat het een sociaal medium is, zie Facebook, zie et cetera. Dat was een, wat mij betreft, beslissend besef. En dat is ook de reden waarom kranten het op internet niet goed doen, althans toen niet. Er is sindsdien wel van alles veranderd. Er zijn wel modellen ontwikkeld die wel werken tot op zekere hoogte. Maar het model wat de Volkskrant en alle andere kranten in de wereld in 2001 voor ogen hadden, was massabereik op een medium dat daar niet voor gemaakt is. Nee. Ja, dat is natuurlijk altijd relatief makkelijk om achteraf terug te kijken en dan daar een soort visie en mening over te hebben. Jij hebt bewezen toen scherpe inzichten te hebben gehad. Je werkt nog steeds in de dagbladwereld. Ja. Een behoorlijke dagbladcombinatie, hoofdredacties gaan. Heb jij de afgelopen 20 jaar het gevoel gehad dat je op enig moment vanuit de dagbladwereld een antwoord had op deze ontwikkeling? En wat was dat dan? Het antwoord luidt nee. Ik heb dat moment niet gehad. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik de dagbladwereld heb kunnen bijbuigen. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb wel geprobeerd om als adjunct hoofdredacteur in het noorden invloed te hebben op de manier waarop we als krant werkten. Het is me nooit gelukt, is het eerlijke antwoord. Ik weet ook niet goed waarom. Dat heeft iets met de inertie van de beroepsgroep te maken. Met met de liefde van diezelfde mensen voor wat ze doen. Het heeft er iets mee te maken dat je bestaande lezers niet een ander medium kunt geven zonder ze kwijt te raken en dus niet kunt investeren. Het heeft iets te maken met korte termijn belangen in een branche die al in de problemen begon te komen en niet meer 5 jaar vooruit kon denken. Ik denk dat ik heel lang geleden misschien 1 of 2 dingen goed gezien heb. En dat ik mezelf de opdracht heb gegeven ooit om daar wat aan te doen. En dat niet gelukt is. Ja. En welke voorbeelden, welke 2 zijn dat? Die ene die je net noemde bijvoorbeeld? Ja, we moeten gaan inzoomen op... Dat internet, in ieder geval wat het toen aan het worden was, meer een sociaal medium is dan een massamedium. Dat internet misschien niet eens een medium is, maar iets anders. Dat een ander concept, zeg maar, in plaats van een drukmachine. Dat was volgens mij een redelijk goed inzicht. En het domme feit dat ertoe leidt dat complete generaties niet meer de krant zullen gaan lezen zoals mijn generatie dat deed. Of nou ja. Ik heb een zoon van 22 die om en nabij exact even oud is als het World Wide Web. Hij kan zich werkelijk niet meer voorstellen dat er een tijd is geweest zonder internet. Hè? Wat jij net zei. Was er dan ook nog bedraad internet? Zelfs dat is ja, mijn dochter, onvoorstelbaar. Mijn dochter is 11. Die vroeg net, wat heb je vanavond voor uitzending? Want die weet op dinsdag dat wij altijd een uitzending doen. Ja. Ze zei, nou gaat dit jaar over 20 jaar internet. En mijn dochter is 11, die zei 20 jaar internet. Was er daarvoor dan geen internet? Ja, precies. Wel, dat is de vraag. En hoe werkte dat dan? En dat vond ik wel heel interessant. Ja, maar de impact daarvan op het mediagedrag is enorm. En het gekke is, kijk, de mensen denken dat een krant een ding is waar je het nieuws in leest. Dat je daardoor op de hoogte blijft van wat je moet weten over de wereld. Dat je mee kunt praten. Dat het democratiserend werkt. Is allemaal waar, maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat een krant een ritueel is. Een verslavend middel. Met risico dat ik nu een beetje de conservatieve man ga uithangen. Ik heb ook altijd gezegd, de krant is een ritueel. Want ik heb nog steeds 3 kranten. Maar dat is omdat ik het nou eenmaal fijn vind om 's ochtends bij mijn kopje koffie niet te hoeven praten. Dan kan ik de krant lezen. Ja, maar
Maar toen ik net thuis kwam en deze spread in het Parool over 20 jaar digitale stad. Ja, geweldig. En dat is niet, die heb ik niet zitten bestuderen omdat het een ritueel was, maar die heb ik zitten bestuderen op deze manier, omdat dat dit op internet niet kan. Nee, maar jij bent geen 20. Maar hoe doe je dat dan op internet? Waarom zou je het doen? Dacht je dat mijn zoon van 22, hele slimme jongen, op informatie in deze vorm zit te wachten? Waar zit hij wel op te wachten? Geen flauw idee, dat zou je moeten vragen. Ja. Heb je, maar ja, goed, jij bestudeert dat. Hij is buitengewoon slim, is zeer goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Langs kanalen waarvan ik geen benul meer heb. Nee. Dezelfde informatie, andere vorm. Ik weet niet of dezelfde andere informatie, andere vorm. Reddit is zijn belangrijkste informatiebron. Nou, moet ik ook zeggen dat veel twitteraars vanavond ook afhaken, want die denken, ja, 20 jaar internet, het zal wel. We hebben het toch ook niet over de 78 toerenplaats, zei David Lins net. Het is een beetje nostalgisch gelul. Wat ik met dat verhaal over die verslaving probeer duidelijk te maken, is dat die verslaving van lezers aan hun ritueel het voor kranten zo ontzettend moeilijk maakt om zichzelf opnieuw uit te vinden. Want je kunt wel een nieuw katern vormgeven. Je kunt wel een op tabloid overschakelen. Maar wat je niet kunt beïnvloeden is die rituele waarde van je product. En als je die kwijt bent, dan ben je dus veel meer kwijt dan alleen maar je papieren product. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja. En als jij nu kijkt, als je even niet kijkt naar wat vanuit een dagblad voortkomt, maar wat er aan nieuw initiatief is, zijn er dan, zeg maar, initiatieven die op internet gestart zijn waar je enthousiast over bent? Er zijn waanzinnig veel initiatieven waar ik enthousiast over ben. Ik ben dol op bol.com. En ik heb medelijden met de boekhandel bij mij in het dorp die het loodje legt. En daar ben ik zelf mee schuldig aan. En journalistiek? Ja, dat wij natuurlijk eigenlijk weten. Dat snap ik wel. Nee, ik vind het mooi dat je dol bent bij bol.com. Goed, de correspondent, de post online, dit soort dingen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik ben abonnee van de correspondent. Ik lees hem op zondagochtend, omdat dat de enige ochtend is dat ik geen kranten heb. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik vind het verbijsterend dat het lukt. Dat je toch als een krant, of als een tijdschrift moet ik eigenlijk zeggen, zo'n journalistiek product kunt maken. En ik hoop dat Rob Wijnberg het redt. Want ik vind het nog niet zo urgent als ik misschien wel zou willen. Ik mis nog de nieuwshaken aan die maakt dat ik stukken lees. Ik mis nog de journalistieke vernieuwing die zou kunnen brengen. Het is me nog een beetje te veel een tijdschrift op internet, zeg maar. Zonder dat ik voortdurend de noodzaak voel om het te lezen. En ik hoop dat hij erin slaagt om die rituele factor terug te brengen in het lezen van een mening op internet. Hè. Het moet een ritueel worden om de correspondent elke ochtend om 7 uur of om 10 uur 's avonds even te openen en bij te blijven. En ik doe dat nou op zondagochtend, want geen Volkskrant, geen dagblad in huis. Ik hoop dat hij dat kan bewerkstelligen. Is dan in zekere zin volgens wat jij nu zegt, nu.nl bijvoorbeeld eigenlijk wel een ritueel geworden. Want, ja, tuurlijk. Want dat is, je wil weten, eventjes snel weten, is er nog wat gebeurd in de wereld? Ja. Klik, nu.nl. Tuurlijk, dat is de betekenis en het model van nu.nl. Of van teletext op internet, hoor, wat voor mij dezelfde rol vervult. Ja, dezelfde functie. Ja. Maar het is veel. Maar dat bedoel jij met een ritueel, hè? Van je wil iets, klik. Ja. Ja, volstrekt. Mijn zoon en zijn generatie en al die andere miljoen in Nederland zijn volstrekt verslingerd aan die functie van internet. Hey, Alexander Pleiter vraagt zich af, weet jij nog waarom de Volkskrant destijds met een site begon? Wat toen het doel was, want hij zegt in die tijd toen ze met de site begonnen, het nieuws stond er niet op. God, dat was voor mijn tijd. Was het gewoon om een plekje in te nemen, denk je? Gewoon er te zijn? Jawel, we moeten daar ook een beetje mee spelen. Ik bedoel, de Volkskrant, internetredactie, zat in een soort bezemkast op de derde verdieping. Bij de NOS zaten ze in de kelder. Dat bedoel ik. Een van de eerste dingen die ik gedaan heb, is de internetredactie midden op de zaal, op de redactiezaal zetten. Dat was een hele stap vooruit al. En een van de andere dingen die ik gedaan heb was een discussieplatform in leven brengen.
wat kapot ging aan discussies over het Palestijns-Joodse vraagstuk. Ja, dat is... Zoals al die discussiesites. Ja, god. Wat was de vraag van Alexander ook alweer? Nou, die vraag was of je nog weet wat het doel van de site was. Want nieuws stond nee, er niet wilden, op. Nee, maar... we wilden er gewoon bij zijn. Ja. Maar weet jij nog hoe je tegen nu.nl werd aangekeken? Want dat is zeg maar een beetje die uitzending. Ja, dat werd niet serieus genomen. Nee. En als je het mij destijds vroeg, dan zou ik gezegd hebben dat het idioot was dat het ANP, wat van de kranten was, nieuws tegen een veel te lage prijs weggaf aan een concurrent die ontzettend groot zou worden. En er was een krantenwereld, niemand die dat door had. Ja. Ik bedoel, het ANP was bedoeld om te leveren aan commerciële partijen, aan bedrijven, business to business. Dat was de beperking die het ANP was opgelegd, officieel. En het ANP zei we verkopen aan nu.nl. Maar nu.nl gaf het natuurlijk één op één door aan de consument. En op dat moment had je dus in feite je eigen ANP als concurrent op internet. Ja. Nou, daar heb ik me heel boos over gemaakt. En dat heeft niemand begrepen. Nee. Wat Lampje 040, ik weet zijn echte naam niet. Jij wel? Komt bekend voor. Nog zegt is, kranten dachten dat iedereen wel ging betalen voor online nieuws. Dat was in die tijd zo. Krijgen wel gelijk. Henk, jij krijgt gelijk wel jaren later. We zitten nu in de fase, dat bedoelt hij volgens mij, dat mensen langzaam gaan snappen en ook gaan betalen. Als je dat zegt, dan snap je het nog steeds niet. Lampje, je snapt het. Of jij snapt de citaat niet, dat zou ook nog kunnen hoor. Je kan het voor mij op twee manieren lezen. Als je zegt dat mensen gaan betalen voor het nieuws, is het net alsof het met kranten nog goed komt. Als het met kranten goed komt, dan ga ik zo wat over zeggen, is het om andere redenen. Mensen betalen niet voor het nieuws, mensen betalen voor segmenten van het nieuws. Mensen betalen voor een verhaal, betalen voor een auteur. Betalen voor een kruiswoordpuzzel bij de New York Times. Ik zeg altijd, mensen betalen voor iets wat waarde voor hen heeft. Op dat mensen moment. Mensen betalen niet meer voor het pakketje wat een krant is. Weet je, er staan elke dag stukken in elke krant die door niemand uitgelezen worden. Er is lezersonderzoek gedaan. Er zijn stukken ook in het Parool van vandaag die door niemand uitgelezen zijn. Kennelijk betalen mensen niet voor al het nieuws, maar voor het pakket. En op internet is het pakketstuk. Ik bedoel, Clay Shirky is daar de denker. Het model is stuk omdat het uit elkaar gevallen is. En wat we moeten doen is een manier bedenken om die losse stukken te verkopen. Dat is het slimme van Rob Wijnberg en zijn correspondent. Dat heeft hij al heel goed begrepen. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker. Nadruk leggen op auteurs en op tuintjes van auteurs. Maar het model is stuk omdat het pakket uit elkaar gevallen is. Dus betalen voor het nieuws is een veel te brede definitie. Dan is het net alsof je voor het pakket blijft betalen. En dat gaan we niet meer doen. Dat gaat ook nooit meer gebeuren. Ja, dan zeg je eigenlijk wat de Nico Hulman twittert. Dat is de essentie. Het gaat niet om het citaat van jouzelf. Het gaat niet om het grootst mogelijke bereik, maar om het kleinst mogelijke relevante bereik. Ja, dat is precies. Wat het is. Dat is de essentie van het hele verhaal. Maar waar zie jij daar goede voorbeelden van? Ja, alle sociale media zijn dat in feite. Ik bedoel, kijk, wij hebben de neiging om naar Facebook te kijken als een club van zoveel 100 miljoen mensen. Maar als je naar de gebruiker kijkt, dan is de relevantie van Facebook niet die zoveel 100 miljoen mensen, maar hun 152 vrienden. Wat wezenlijk iets anders is. En Facebook snapt dat. Facebook snapt dat daar de waarde zit. En dat is wat kranten heel moeilijk vinden. Want kranten zien hun waarde in de totale oplage. En niet in het... Een krant... Ik denk dat er niet veel kranten zijn, laat ik het nou voorzichtig zeggen, die zich hebben gerealiseerd dat wat hun lezers met elkaar doen waarde heeft. Je kunt als lezer van een krant niks met elkaar doen. Je kunt iets met een adverteerder doen in het contact. Je kunt iets in de krant doen als je een brief instuurt. Maar je kunt als lezers onderling niets met elkaar doen. Dat is de definitie van sociale media. En dat hebben kranten, mediabedrijven als kranten, het geldt trouwens ook voor tv en radio, gewoon nooit begrepen. En de dingen die goed gegaan zijn op internet, zijn ook allemaal door niet krantenbedrijven, door niet klassieke media bedacht. Ja. Of je het nou over ICQ hebt of over Facebook en noem al die anderen maar op. Er is er niet één bedacht door een krantenbedrijf. Hey, Frank Meester zegt, betalen mensen niet hè, ook voor het... gemak dat het pakket elke ochtend op je deurmat ligt. Hè? En dan neem je dat niet gelezen op de koop toe. Dat doe je als je een Parool koopt, wat jij net zei. Okay,
Bestaat daar een variant, zeg maar, gemak is een belangrijk ding natuurlijk voor mensen. Het gevoel van de juiste selectie is een belangrijk ding. Kan datzelfde idee een rol online spelen? Jawel, maar niet zo verslavend als een krant. En waar dat verslavend is, dat weet ik niet precies. Dat heeft iets met identificatie te maken. Ik ben nog steeds doordrenkt van de Volkskrant, al ben ik daar 10 jaar weg. Dat heeft iets met sociale waarde te maken, heeft met een vriendenclub te maken, heeft met de toon van die krant te maken. Dat alles bij elkaar maakt het zo'n verslavend middel. Ja, maar je zegt het is alleen maar verslavend voor een bepaalde generatie, want de nieuwe generatie is, die raken er niet meer aan verslaafd. Blijkt. Ja. Ja. Waar zijn die wel aan verslaafd? Geen idee. Ja. Hun telefoon, ik bedoel. Ja. Maar wat betekent dit voor jou, voor jouw vakgroep, zeg maar, voor de journalisten? Waar moeten zij zich op richten? Nou ja, kijk, ik ben niet zo'n internetmens. Dat lijkt misschien wel zo, omdat ik af en toe een mening over heb gehad. Heb je er een boek over geschreven? Maar ik ben veel meer een iemand die zich bekommert om de toekomst van de journalistiek. En ik heb al jaren geleden gezegd dat er maar 3 mogelijkheden zijn waarop de journalistiek, die ik heel erg belangrijk vind vanwege de democratie, in leven kan blijven. De ene optie is dat er jonge gastjes van nu 11 jaar, 12 jaar op een zeker moment denken van god, ik snap het wel, ik ga het wel bedenken, want al de vragen die jullie mij stellen kan ik niet beantwoorden, daar ben ik te oud voor. En te veel een krantenman voor. Dus er komt een nieuwe generatie die het bedenkt hoe het wel moet. En misschien is Rob Wijnberg daar de eerste van. Het alternatief is dat de overheid gaat zeggen, en nu is het afgelopen, de oplagedaling kan niet nog verder gaan. De verelending van die markt kunnen we niet langer toestaan. We gaan er geld in pompen. Dat is mijn oproep geweest al een paar jaar terug. Overgenomen overigens door, of zijn minst, of hij is met je eens, Bart Brouwers. Zeker. Bart roept dat in zijn laatste boek ook zeer terecht. Maar ik roep het al een paar jaar langer, sorry Bart. Dat is een goed jaar, vind ik ook. Ik moet wel even de juiste credits moet wel even uitgedeeld worden. Ik was trouwens ook niet de eerste, want voor mij waren er al Amerikanen die dat in Amerika riepen, wie boeken ik gelezen heb. Het is dus of jongeren, of de overheid. En de laatste oplossing is dat wij als journalisten, voor zover we daartoe in staat zijn, een beter soort journalistiek gaan bedrijven. Weet je, als je elke dag nog het soort kranten maakt wat je 50 jaar geleden ook maakte, of 20 jaar geleden, of 80 jaar geleden, dan is de kans groot dat je je bestaansrecht verliest in een samenleving die zo snel verandert. Dus ik roep al een jaar of 8 of zo, bij elke gelegenheid die je krijgt, dus ook hier, dat we als journalisten betere verhalen moeten gaan vertellen en die beter, dat we betere verhalen moeten gaan maken en die beter moeten gaan vertellen. Betere verhalen wil domweg zeggen, vertel de mensen iets wat ze nog niet weten. Doe onderzoeksjournalistiek en doe dat goed. En dat gaat in Nederland dan gelukkig een stuk beter. En het beter vertellen is waar ik me de laatste jaren, nu ik weer schrijf, ontzettend mee bezig hou. Ik ben een groot liefhebber van verhalen die, journalistieke verhalen die dwingen, die verleiden, waarbij de pointe aan het slot van het verhaal komt en niet in de lead vroeg weggegeven wordt. Ik ben een groot liefhebber van narratieve journalistiek. En ik geloof erg dat die combinatie, hè, goed uitgezochte verhalen, gecombineerd met geweldig verteld, dat iets is wat we van binnenuit de journalistiek nog kunnen doen om het vak een beetje te redden. Tegelijkertijd zeg je dat internet, een paar keer al, dat sociale is daar zo heel belangrijk in. Waar komen die twee bij elkaar? Dat zeg maar, sociale aspect van internet en jij en je collega's journalisten die mooie verhalen vertellen. Evan, ik heb geen idee. Ik kan het niet bedenken. Daar ben ik te oud voor. Ik heb de illusie opgegeven dat ik het businessmodel ga bedenken, of het antwoord ga bedenken op de revolutie die internet heeft ontketend. Het gaat niet meer weg. Het gaat ook niet meer veranderen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik bedoel, 10 jaar nadat ik, of 12 jaar, 13 jaar bijna, nadat ik dat voor het eerst ik begreep. Ik wil het net zeggen, heb je dan 13 jaar nadat jij dat als een van de eerste poneerde toen, en toen viel heel de journalistiek over je heen. Je vertelde het net. En me gelijk wordt elk heb jaar. Heb jij het eigenlijk opgegeven, Henk? Dat je denkt van nou ja. Nou ja, nee, ik heb het niet opgegeven. Want wat ik net zei is dat ik vanuit de journalistiek, vanuit wat ik wel kan, wat ik wel snap en waar ik wel grip op heb, namelijk de manier waarop we verhalen maken, daar ben ik nog heel actief in, maar ik heb het opgegeven helaas dat ik nog een business concept bedenk
waar de generatie van mijn zoon tegen zegt van wauw, dat de journalistiek dat bedacht heeft. En ondertussen gaan de dingen goed. Rob Wijnberg doet iets heel moois. Jeff Bezos koopt, ik geloof de Washington Post of was naar die andere. Ja. Ik denk dat er meer van dat soort mensen zullen zijn die met geld uit de nieuwe media, de oude media, een beetje gaan helpen. Ja. De eerste initiatieven ontstaan om op een andere manier te cureren en te aggregeren. Je krijgt allemaal nieuwe platformen. Prima, ja, maar ik heb het... Gaat het slechter met informatievoorziening als het niet goed met de journalistiek gaat? Dat geloof ik niet. Nog één keer mijn zoon als voorbeeld nemen. Hij weet verrekte goed wat er gebeurt in de wereld. En zijn generatie weet volgens mij verrekte goed wat er gebeurt. Dus nee, dat rechtvaardigt een verdediging van de journalistiek, van de ouderwetse journalistiek niet. Nee. Wij zien als journalisten van mijn generatie een probleem wat vooral ons probleem is. En we hebben de neiging om te zeggen dat het een probleem van de jeugd is. Maar dat... Dat is niet zo. Ik heb dat ook even gedacht, een jaar of 5, 6 geleden. Ik was echt even zo bang dat ik dacht, ze lezen überhaupt niet meer, ze weten niet meer wat er in de wereld gebeurt. Maar dat blijkt wel mee te vallen, zeg ik in alle eerlijkheid. Ja, dus vanuit de journalistiek zeg je van, weet je, het is belangrijk dat die mooie verhalen, et cetera. En tegelijkertijd kan je er een optimistisch noot aan toevoegen, dat je ziet dat je zoon toch een geïnformeerd wereldburger is. Ja, maar ik denk, dat neemt niet weg dat ik denk dat het goed is als de journalistiek in zijn klassieke vorm blijft bestaan en zichzelf aan zijn eigen haren het moeras uittrekt. Want ik geloof wel dat de journalistiek nog betekenis heeft. Dat de mate waarin wij het nieuws duiden, de wereld uitleggen, de wereld entertainen, dat is een belangrijk onderdeel van journalistiek. Dat niet verloren mag gaan. Ik geloof dat er wel degelijk iets verloren gaat. Maar of die volgende generatie het zonder die journalistiek nou echt niet meer redt, dat zou wel wat aanmatigend zijn, geloof ik, om dat te vinden. Ja, dat is een mooi verhaal. Er zitten veel kanten. Ik wou even nog even één dingetje, als we nu kijken naar zeg maar die afgelopen 20 jaar, waarin je aan de ene kant heel erg veel nagedacht van over die veranderende wereld, et cetera. En dat ging eigenlijk nog een beetje los van de journalistiek, zou je kunnen zeggen. Want veranderende wereld in hoe de informatievoorziening gaat, dat mensen meer met elkaar in contact gingen, dat dingen smaller gingen. Zijn er momenten waarop jij nog steeds denkt van, dat je, ik had die inzichten, ik had die volksstand beter de toekomst in kunnen loodsen? Ja, die zijn er wel geweest. Dat, er waren wel momenten waarop ik het slimmer had kunnen aanpakken. Ik had misschien... ik had misschien eerder de juiste mensen moeten zoeken. Weet je? Het is één ding om tegen je baas te zeggen, het wordt tijd dat je niet mij vraagt het probleem op te lossen. Want ik was toen inmiddels ook al begin 40. Maar je hebt 25ers nodig. Het is één ding dat je dat zegt, het is iets anders dat je daar net zo lang al doordrampt totdat je ook gelijk krijgt. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb momenten gehad waarin ik de redactie van de Volkskrant voor een klein deel meekreeg in passie voor internet. En we gaan nu op internet publiceren, we gaan het voor de krant uitpubliceren. En waarin ik toch te weinig heb doorgepakt om de rest ook mee te krijgen. Weet je, ik heb bij het Dagblad van het Noorden geprobeerd om een complete redactie internet-minded te krijgen. En dat heb ik misschien niet hard genoeg geprobeerd. Dat is taaier en moeilijker. Ja. En dat ligt minstens evenveel aan mij als aan die mensen. Ik ben misschien ook gewoon niet de juiste man op de juiste plek geweest. Ja, ja. En tegelijkertijd weten we ook, dat cultuur is weer barstig. Hè? Dus probeer maar cultuurveranderingen doorvoeren, is het moeilijkste wat er is ongeveer. Ja, nou, dat wist ik wel. Maar je bent opgewekt en je begint ergens aan. En je denkt dat het in ieder geval een beetje zal lukken. En als het dan totaal niet lukt. Het is heel simpel als we in 12 jaar tijd meer dan een derde van onze totale betaalde oplage in Nederland verloren hebben. En ik had de toevallige positie dat ik daar enige invloed op kon hebben. Dan kun je alleen maar zoveel jaar later zeggen dat het mislukt is. Ja, en dan ik is wil het, niet eindigen met... Nee, maar dan is het ook nog wel wat anders om het inzicht te hebben op het moment dat het gebeurt, dat het impact heeft en wat de consequenties daar mogelijk van zijn. En het vermogen hebben om daar ook wat aan te doen. Dat heeft op zichzelf niet zo heel veel met elkaar te maken.
Dat klopt. Ja. Ik ben waarschijnlijk een betere prediker geweest dan uitvoerder. Dus misschien had ik het maar moeten blijven doen of zo. en om een high note te eindigen. Ik wil ook weten waar je trots op bent als dat hierover gaat namelijk. Ja. Als het om internet gaat? Ik vond cinema.nl ontzettend leuk om bedacht te hebben. Project dat we samen met de Volkskrant en VPRO hebben samen gedaan. Wat ik leuk vond was in een zo vroeg stadium tussen een commercieel bedrijf en een publieke omroep die samenwerking op te zetten. Dat vond ik ongelooflijk geestig. Maar verder, nee, niet zo heel veel. Kijk, wat je, ik zei net om een high note te eindigen. Ik geloof werkelijk dat jonge generaties met de oplossing moeten komen. Dat die veel beter geëquipeerd zijn. En veel meer de fantasie en het denkvermogen hebben om dat te doen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog wel wat te prediken heb. Ik legde net al uit dat ik met die narratieve journalistiek bezig ben. Er is nog een wereld te winnen op dat vlak. Ik bedoel, alles beter om maar stil te zitten en te accepteren dat de journalistiek is zoals die is. Ik bedoel, zo zit het ook niet. Zo zit ik ook niet in elkaar. Nee, dus dat is jouw onderwerp op dit moment. Beter journalistiek. Ja, precies. Ja. Ja. Ah, mooi. Onderschrijf ik van harte, overigens. Dank je. Ja, ontzettend bedankt. Oh ja, wij gaan zo direct nog een marathon uitzending. We gaan een marathon uitzending. Voor wie zit te kijken. Ja. Blijf de komende 6 uur hangen. Want we gaan zo meteen terug in de tijd naar 15 januari 1994. Waar de start van de digitale stad een waar evenement was. Maar als je later on demand kijkt, kun je dit ook nog elders terugvinden op YouTube. Want daar hebben wij het zelf ook vandaan gepikt. We krijgen eerst de eindlieder en dan gaan we door. Dan gaan we dat doen, ja. Henk, jij ontzettend bedankt dat je hier was en je verhaal wilde houden. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de ster. Ja. Dag. Brrr.